Verschillende onderafdelingen van de NPS hebben gisteravond na de bestuursverkiezingen een motie aangenomen over het incident van afgelopen dinsdag waarbij er op het partijgebouw is geschoten. In de motie staat onder meer aangegeven dat ze tegenwoordig vele onprettige en verontrustende momenten meemaken. Dat de criminaliteit ergere vormen aanneemt, alwaar gesteld mag worden dat het land een slechte imago draagt. Dat het schietincident welke dinsdag 9 oktober 2018 heeft plaatsgevonden, in tegenstelling is tot wat het onderzoek heeft uitgewezen volgens de militaire politie, puur aanduid op opzet. Dat het geen zich heeft voltrokken op dinsdag 9 oktober jongstleden geplaatst kan worden onder intimidatie. Overwegende 1. Dat het nu meer dan tijd is dat de NPS-afdeling Paramaribo meer dan voorheen haar stem zal laten horen ter voorkoming van een herhaling. 2. Dat NPS-afdeling Paramaribo verdere stappen zal ondernemen in zaken deze kwestie. 3. Dat het NPS-afdeling Paramaribo geen moment zal stromen om strijd te leveren waar die nodig is. Besluit 1. Dat de NPS-afdeling Paramaribo haar leden zal oproepen paraat en waakzaam te zijn in de komende tijd. 2. Dat wij van afdeling Paramaribo niet tevreden zijn over het resultaat van het onderzoek en eisen van de justitiële autoriteiten een diepgaande en objectief onderzoek. 3. Dat NPS-afdeling Paramaribo de partijleiding zal vragen alle grondwettelijke organen, hetzij nationaal als internationaal, ondersteuning te vragen in deze kwestie. NPS-bestuurslid Ivaneel Duplein heeft de motie in stemming gebracht en deze werd met algemene stemmen aangenomen. Volgens Plein zijn alle 21 onderafdelingen akkoord gegaan met de motie. Dan is de motie aangenomen met 21 stemmen voor, dus algemene stemmen. Dank u wel. De motie zal dus inderdaad doorgeleid worden ook naar het hoofdbestuur. En als bestuur Paramaribo zullen wij het nodige doen welke vervat is in de motie. Partijgenoten, ik denk dat ik dan dit agendapunt kan afsluiten. Agendapunt 9 wordt afgesloten. Tot zover Ivaneel Duplein, bestuurslid van de NPS. Hij sprak gisteravond na de bestuursverkiezingen. Er is een motie aangenomen waarin is aangegeven dat de partij ontevreden is over het onderzoek naar het incident waarbij er op het partijgebouw is geschoten. De motie werd aangenomen door alle 21 onderafdelingen.